pech hadden. Voorbij Filipovic, die gaat neer. Nefland, Buis. Flederis. Hij is binnen. Wie anders dan Nefland? Uit de hoekschop, ere die hier de toekomt van Flederis. Goeie scherpe corner van Marc-Jan Flederis. Bij de eerste paal binnengekoopt. En het is zijn 13e al dit seizoen. Door de Noorse goalgetter Nefland. Florijn. Linkervleugel verder is onbemand. Maar nu is daar wel Van Gessel. Die aan de bal kon komen door het doorkoppen van Nefland. Flederis. Overtreding van Brouwers. Altijd veel overtredingen nodig, deze verdediger. Tweemans muurtje lijkt tamelijk overbodig. Matthijs. Van Gessel. En op de lat gewerkt nog door Van der Linden. En dat zou hij hebben gedaan terwijl de bal al achter was. Dan is het helemaal een kunststukje op zich om die bal tegen de lat aan te krijgen. Koné. Vizelic. Koné, Cissé, kies positie. Koné gaat zelf. Hij komt heel ver. Oh, dat is een prachtige hoordeloop. Voor al u ingooien. Buis. Van Gessel verlengd. Flederis. En de redding van Kujovic. Hij zit lekker in de wedstrijd. Marc-Jan Flederis. Van Dijk. Goed ingegrepen Matthijs. Nefland. Seedorf is weg. En Brouwers komt er niet aan. Seedorf zou kunnen gaan scoren. Maar alsnog weet Brouwers zich staande te houden. Begaan. Kujovic met moeite. Hij is hem kwijt. En op de lijn staat daar dan Corinet. Die een treffer van Nefland, zijn tweede zou dat zijn, voorkomt. Goed neergelegd de bal voor Sergio door Vizelic. En de paas van Sergio is ook scherp op Cissé. Uit de tweede lijn, raak. Je denkt niet meteen aan het doelpunt als Cissé die bal aanneemt. Maar als hij niet scherp wordt geattaqueerd, is zijn schot uit de tweede lijn te verrassend voor Roorda om het onheil nog te keren. 1-1 dus. Sergio. Corinet. Corné loopt zich vrij. Sergio. En weer is het raak. Weer een schot van buiten de 16 meter. En weer ziet de keeper van Groningen er wat onbeholpen uit. En nu is het dus Sergio die scoort voor Roda. En zo buigt Roda de achterstand nog voor de rust om. Weggaan. Weer Elshot. Hoog natuurlijk, want daar is ook Drenthe. En Van Gessel is gewoon met hoofdstoot. En de redding van Kujovic was hoogst noodzakelijk. Van Dijk. Weg is weg. Uiteraard. Nefland. Heeft ruimte voor zichzelf. En het is een prachtig schot dat volgt. Van Dijk. Daar gaat Koné achteraan. En die is snel. En Koné weet hier ook de keeper Roorda voor een voldongen feit te stellen. Hij doet het voor de Noorse verdediger K. En gaat daar een gele kaart voor incasseren. Die in dit geval niet gegeven had moeten worden. Want ook de scheidsrechter weet wat er met K gebeurd is. Buis. Met zijn verre ingooi weer. En de kans. En de goal.
Erik Nefland. Dat mag de verdediging van Roda zich aantrekken. Dat het hier in problemen geraakt na zo'n verre ingooi van Buis. Want dat recept is toch al een tijdje bekend deze dag. Nefland staat aan het einde van de aanval als zo vaak. Weggaan. Overtreding van Bodor. Frederis. Het levende monument van FC Groningen maakt zijn 50ste goal voor de club. Die hij verlaat aan het eind van dit seizoen. En hij zorgt voor de 3-3. Roda zal het nu nog wel weten onderhand. Weer die ingooi van Buis. En weer gebeurt het. Wat een stel amateurs staan daar achterin bij Roda JC. Het fort te bewaken. Ze weten wat er gebeurt. Maar ze ondernemen er niets tegen. En Nefland profiteert. Amateurs bij Roda. Deze ovatie is voor Erik Nefland. Want Ron Jans denkt dat de punten binnen zijn. En stuurt verdediger Kruiswijk het veld in om de zegen te waarborgen. Maar eerst de Botnar. De paal. Filipovic. Koné. Cissé, Koné, 4-4. Cissé en Koné rollen hier de Groningse defensie op en Koné wijs geworden. Trekt zijn shirt dit keer maar niet uit, want dan zou het hem weer op gelende zijn brood komen staan. Maar ook deze treffer zal hij opdragen aan K. Ja, Koné gaat er wel achteraan en Koné is er door. En Koné laat hier de kans liggen, Sergio dan nog. En dan Roorda die een treffer voorkomt van Cissé. Want zo zou Groningen bijna nog alles weggeven hier. Het laatste fluitsignaal. Groningen wint niet. Roorda wint niet. Maar de neutrale toeschouwer wel. En dat ben ik.